Goedemiddag. Wij zijn hier in hotel Niet Oranjeboom. Hoe heet het nou? De Keizerskroon. De Keizerskroon. En we konden gelijk al de kamer op, ook al is het pas 1:30 in plaats van 2:30. En wat? 3 uur. En wat voor een kamer. Er markeert niks aan. Kan dus even wat minder omdat er geschilderd wordt. Maar lekker in de schaduw voorlopig. Avondzon. Dat is trouwens toch ons voorland, avondzon. Zo. Gezien. En een fitness. En een mooi balkon. Kleedkamers. Sauna. Gaan we zo kijken. Heel goed zwembad. Douche. Ja, als die erin valt moet je hem gaan halen, hè? Ja, halen. Valt niet in hoor, valt er niet in. Een sauna. Die je zelf aan moet zetten. In de 10 minuten is die opgewarmd. Een zonnebank. Die zullen we niet nodig hebben. Overal liggen handdoeken. Stoomcabine. Helemaal geweldig. Daar kijken we op uit met onze kamer. En daar ligt Paleis het Loo, alleen kunnen we dat hier vandaan niet zo goed zien. En daar staat straks onze auto. Helemaal goed. Onderweg naar Hoogsoeren. Over de Soerense weg. Op naar Henk en Hans. Dat
Soeren. En daar gaan we over het wildrooster. Hier is het pas. Nog verder. Waar dan? Ja, er staat een pijl. Waarheen? Waarheen? Ik word gek. Kijk dan nog. Wat hier? Wat zie je daar staan? Wezen zoeken, 10 keer rondgereden. Dat is goed gehoord. Maar nu zijn we er. Parkeerplaats voor de deur. Takke, takke, tak. Zo, de schutters weg en daar heb je de Wilderdijklaan, daar had je de kapper, daar had je de postwinkeltje, hier zat Drosten. En daar heb je Walter Singel 77. Hier. Ja, dat is mijn geboortehuis. Nu gaan we een parkeerplaatsje zoeken. En even rondlopen. Ik moet even kijken of ik dat goed zeg. Ja, want dat is het niet. Nee, het kon ook zijn dat het op dat pleintje was. Zo, we staan hier onder de eeuwenoude eik. Die er ook al stond toen ik hier nog woonde. Daar bij ons huis staat nog een eeuwenoude eik. Ja, nee. Links. En in het jaar dat ik verhuisde, werden de overige eeuwenoude eiken omgehaakt. Ja. Maar er staan nog een paar eeuwenoude eiken, zie ik daar. Dit is de voordeur. En daarboven, boven de voordeur, daar sliep Hansje. Ja. Daar woonde de familie van de Zaal. Daar woonde Hanneke Kres. Daar woonde, weet ik niet meer. Hallo. Ja, u vindt het misschien raar dat ik zo kijk, maar dit is mijn geboortehuis. Dit is mijn geboortehuis. Ik sliep hier boven de voordeur. Dat was mijn kamertje. Groot gelijk. Ja, die hadden wij niet. Nee, dat was al zo toen we gekocht. Ja. Is dat lang geleden? 2 jaar. Oh ja, nee, maar 2 jaar. Ik ben in
60 geloof ik zijn we naar Dordt verhuisd. Okay, en... ja, degene die van u uit gekocht hebben, hebben hier 18 jaar gewoond. Ja, dat kan wel. Wij huurden volgens mij nog. Ja. Nou, het is mooi wonen hier, hè? Ja, het is heerlijk. Vlak bij het bosbad. Ja. Op loopafstand in feite. Berg en Bos en Apeldoorn. Berg en Bos, ja. Nee, het is een heerlijke buurt. Een hele tuin er ook nog bij. Ja, heerlijk. Dus, Ja, mijn oude buurtje. Nou, leuk. En het is lekker weer voor de tuin, hè? Niet te gek? Nee. Oké, dag. Zo, dan zijn we hier bij de Gunninglaan. Linksaf ga je naar de Schuttersweg, naar mijn oude schooltje. En naar de Kruidenier. Ja. En daar aan het eind had je het Sprengenbos. Dat zal er nog wel zijn. Ja, daar gaan we ook naartoe zo. Ja, en dan lopen we via het Sprengenbos lopen we naar jouw opa zijn huis. En daar woonde oma Mulder. Hier, in dat huis. Daar ging ik snoepjes halen. En volgens mij woonden ze boven of zo, maar dat weet ik niet meer precies. Nou, hier aan het eind heb je de jachtlaan weer. Maar nu gaan we eerst lopen daar. Het gebouw van de wegenbelasting, dat heb ik de fundamenten nog van zien neerleggen. En toen gingen we verhuizen. De Bilderdijklaan. Hier ging het bos in, vroeger. Het Sprengenbos. Zo, we staan hier op de plaats bij het belastingkantoor. Waar we vroeger schaatsten in het Sprengenbos. Oké. Dit was een enorme vijver, daar kwam de Spreng in uit. Waar ook het bosbad in mee werd gevoed. Dat is helemaal verdwenen. Alleen hebben we zojuist ontdekt. Henk, zojuist hebben we ontdekt. Dat het hieronder nog wel eens door zou kunnen stromen. Want hier zit wel water onder in ieder geval. Nou, hier weer niet hoor, Ian. Het is gewoon heel ondiep en er staat nog regenwater in. Alleen hier is wel een enorme vijver. Dat heb ik je net verteld. Twee keer al. Maar jij luistert toch niet naar mij. Wegenbelasting. Dit hoort er allemaal bij. Of het is... ja, dat hoge of dat hoge. Eén van de twee. Daar komt de brandweer. Die we net hoorden. Nou, wat dit nou allemaal is. Ja. Maar of dat nou... Je zou haast zeggen dat dit een waterleidingbedrijf was of zo. En dat wordt dan toch gevoed door het Sprengertje, neem ik aan. Een en al water. Nou, kom op, gaan we die kant op. Het is vals alarm. Maar inmiddels heb ik van die meneer gehoord dat het Sprengertje inderdaad helemaal weg is. En al dat water dat we hier zien, is in principe regenwater. En zijn bekkens... voor de brandweer, voor als er ergens in de buurt brand is. Omdat ze hier natuurlijk nergens hun slangen in een sloot kunnen leggen. Die zijn hier niet. Oh, gaan we de parkeergarage in? Gaan we niet doen, nee. Goed. Maar nu hebben we het gezien. En dit is allemaal, al die gebouwen, is allemaal het belastingkantoor. Kan je nagaan waar ons belastinggeld blijft.
toen waren we weer op de Waltersingel. Zomaar. Alleen helemaal aan de andere kant. Waar is nou de jachtlaan? Ja, daar loopt hij. Nou, we lopen zo. En we zijn hier op 800 meter van Waltersingel 77 in de Elselaan. Bij het huis waar in de tijd dat ik nog in Apeldoorn woonde, Ineke de opa en haar oma woonde. En waar Ineke ook haar opa en oma kwam bezoeken. Dat we elkaar toen nooit zijn tegengekomen eigenlijk. Dat heeft zo moeten zijn. Want voor hetzelfde geld, of iets meer, had ik daar gewoond. Daar hadden we elkaar vast gezien. Zo, we zijn weer op de Waltersingel en wel op het plekje waar vroeger in dat driehoekje allemaal struiken waren. Daar plukten we paardenbloemen en daar lieten we voor een snoepje Nicky van der Zedde zijn blote billen laten zien. En dan gingen we daarna naar zijn moeder om te vertellen, mevrouw, Nicky heeft zijn billen laten zien. En dan kreeg hij op zijn blote billen. Dat was heel gemeen, maar dat was daar. En in een van deze drie huizen, die, ik heb de indruk, de middelste, daar woonde de familie Borgers. Hij was een collega, Beb, oom Beb Borgers geloof ik, collega van pa. Marius Borgers ken ik nog, heb ik bij in de klas gezeten. En daar gaan we weer naar ons huis toe. Misschien heb ik het al verteld, daar woonde de familie van de Zaal. Daar woonde Hanneke Kres. Daar in dat huis, precies achter die auto, woonde Sander van Sander Heuting, was een ander vriendje. En dat huis dat daar een beetje uitsteekt, daar woonde Jan Julius. En daar hebben we net gewandeld en dit is het einde. En hier, ietsje verder aan de rechterkant, in dit straatje. En hij staat er nog steeds. Dat was mijn oude schooltje, daar. Waar ik nu loop, waar dit pad is, daar was vroeger het treintje van station Apeldoorn naar Paleis Het Loo en naar Vaassen. Dat komt bij de Naald ongeveer uit. En wij legden daar vroeger een cent op de rails als de trein voorbij kwam, stoomtrein uiteraard. En dan werd hij zo plat dat het een stuiver leek. En daar zit Ineke te wachten tot ik er weer aankom. En dat, daar is de Sprengerweg. Zoveel water hier midden op de Veluwe. Hè? We zijn hier bij de Weenumse Molen. Dat is een combinatie van houtzagen en korenmalen, neem ik aan. Want ik zie daar ook nog molenstenen staan, maar ik weet dat er een houtzagerij is. Het is niet meer in bedrijf. Nee, je kunt hier alleen gratis naar binnen volgens mij. Ja, dat is een beetje. 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 Ja, dat
die vullen. Eromheen is mooi. Geweest toen ze van de provincie hier waren? Ja. Ja, ik heb nog 30. De Weenumse Beek is dit. Er is nog best nog wel wat water. Nou, hier even naar beneden. Ja, schaatsenrijdertjes. Moet je een hand? Je hebt meer kans dat ik val dan dat jij valt overigens. Ik ben iedere keer bijna naar beneden gelazen terwijl ik aan het filmen was. Even alleen gaan. Even dit filmen. Ja, toen stond die deur gewoon open. Ik ben overal in geweest toen. Geen kip te bekennen die zei van, wat doet u hier? We hebben hier dus al een tentjes en zo. Ja, maar goed. Er komt er een zijbeekje in uit. Nog meer water. Nou, hier nog even overheen. Zou hier ook muggen zitten? Maak je veel? Nu wel. Verhuurt hij ook kano's? Zegt verhuurt hij.
Is net de zon weg, maar goed. Het zij zo. Jammer dat ik het hotel niet kan zien. Beneden tussen de bomen door kun je wel de zijmuur van het paleis zien. Het hotel is toch niet hoog genoeg. We lopen nu om het Oude Loo heen. Dit is het oorspronkelijke paleis. Maar toen Hendrik of Willem of weet ik veel koning van Engeland werd, werd dit paleis hem te min. En toen hebben ze het Loo gebouwd. Maar dit is het oorspronkelijke. Dit is nu nog een optrekje waar ze een weekendje naartoe gaan. Dan nemen ze alleen James mee en belegde broodjes. En dan zijn ze hier een weekendje. En dan barbecuen ze op de binnenplaats. Of ze eten karper. Dat kan hier ook. Dit is meer echt een kasteeltje, hè Pim? Een slot. Bommels. Ja, grappig. Waarschijnlijk gewoon... expres nep gebouwd hoor, want ik geloof niet dat het zo heel erg oud is. Er zijn echt allemaal sprengetjes die hieruit komen. Ik denk toch dat het allemaal een beetje aangelegd is hoor. Dit wel. Ja, maar ook daar zijn buikjes. Nu hebben ze het gekanaliseerd, maar ze stroomden hier vroeger ook al. Okay. In mijn jeugd kan ik me nog wel herinneren dat ze gewoon het sprengenbos had je. Het bosbad werd gevoed door een beekje dat uit het bos kwam. Zwarte zwanen. Ja, hier kwam je dan binnen en als je dan haalde ze, als je binnen was, die trap hier weg. Ja. En als je dan ladder zat naar huis toe ging, nee, je moet deze deur hebben. Maar grappig, die ene toren die ze dan van hout hebben gehouden. Toch? We kunnen er vast langs. En dan niet? Oké. Okay. Oh, hier kun je je accu opladen. Ja, ik zeg gewoon. Ik weet bijna toch wel zeker dat we er wel gewoon. Kijk, hier is geen toegang, maar we kunnen er best omheen. Daar, hè? Ook geen toegang. Ja, zit er reclamefolders in? Grappig.
Goedemiddag. Thijs, kijk dat. Goed, ik vraag dus aan de over. Ik ben misschien een cultuurbarbaar, maar is dat een konijn? Dan zegt de over, ik denk een stier. Ik denk een stier. Wilt u de cheesecake nu alvast hebben of bij de kroketten? We zijn aangeland bij het Uddelermeer. Het is geen grapje, zo heet het echt. Kijk maar, het Uddelermeer. Hier was in de steentijd al een nederzetting. Waarschijnlijk omdat er water was. We staan hier dus op die oude Hunenschans. Helemaal rondom te verdedigen. Daar zijn nog drie grafheuveltjes. Daar lopen we gewoon eventjes naartoe nog. Daar is het Uddelermeer.
Kampen. Ik heb het pittoreske van Kampen nog niet kunnen ontdekken. Op een paar plekjes, kilometers van elkaar verwijderd, na een mooi poortje of zo. Het gemeentehuis en weet ik veel, wordt alleen maar ontsierd door geparkeerde vrachtwagens, fietsen. Nee, geen mij Zwolle maar. En hier op de Koggenwerf, hier zie je een replica van de Kogge die vorig jaar of eervorig jaar uit het Ketelmeer is opgehezen. Heel apart. Dit vinden wij niet gek. Dit vinden wij heel apart. Heel bijzonder. Zegt Ineke, die alles beter weet. Ja, je zal er maar mee op vakantie gaan. Alles wat je zegt wordt verbeterd. Altijd weet ze het beter. En helaas heeft ze in 1% van de gevallen ook nog gelijk. En zelfs dat geef ik liever niet toe. Ik ken je zo'n chagrijnig mens. Je staat op de foto.
Inevere winkeltje gevonden, hè? Natuurlijk. Die gaat weer iets kopen dat ze al heeft. Maar dan mooier. Nog mooier. In Elburg. Van Kampen. Zijn we in Elburg terechtgekomen. En hier vandaan gaan we dadelijk door. Naar Beekbergen. Als Ineke klaar is, dan is het. Oh, wat een mooie ketting heb jij om. Oh, heb je die net gekocht? Tuurlijk. Nou, mooi hoor. Hadden ze geen twee van die dingen? Ja, dat is toch veel leuk, hè? Een leuke badkuip. Wat een leuk straatje. In Elburg. Zo, hier gaan wij tapassen, maar dan wel binnen straks, bij de buren. We gaan bij de buren binnen. Er komt zo een tafeltje vrij. Nu zitten we even buiten in het late zonnetje. In Apeldoorn, op het Leijenplein. Zo, we zijn weer thuis. Lepeltje, lepeltje kan beginnen. Alleen ga ik er niet naartoe, want ik ben weer een kilo aangekomen, of anderhalf. Dus ik ben alweer aan de worteltjes.